Nou, hij komt de zoon aan, de zoon van Simon Vestdijk, Dick. Ik ga hem spreken. En hij speelde ooit een piepklein rolletje in de televisieserie De Koperen Tuin uit de jaren 70. Wat heb jij rode wangetjes? Meisje, waar ben je? Waar ben je, meisje? De kleine jonge Nol. Welkom, zou ik zeggen, hier. En het heeft niet geleid tot een glorieuze acteercarrière. Ja, als je als kind plotseling bekend wordt op televisie verschijnt, dan... Dat vond ik dan uiteindelijk wat minder prettig. Hoe oud was jij toen hij overleed? 4. Dus je hebt hem piepklein beetje gekend, maar eigenlijk niet echt meegemaakt. En hoe zie je hem dan nu? Hoe is jouw beeld van hem? Ja, iemand met humor. Dat zie je misschien niet zo direct aan De Koperen Tuin. Want dat is toch wel een soort dramatisch liefdesverhaal met slechte afloop. Ik wil niks verklappen. Maar, ik heb later wel vrienden van hem ontmoet. Dus ik heb wel een indruk gekregen van hoe die in een persoonlijke, persoonlijke sfeer was. Hoe past De Koperen Tuin in zijn werk? Wat betekende dat werk voor jouw vader? Hij vond het zelfs zijn beste boek. En, hij heeft het met heel veel plezier geschreven. Hoeveelste druk? 26e uit mijn hoofd, ik weet het niet. Neigen van Ditmar. 1995. Ja, daarna... Want het wordt nu niet meer uitgegeven, toch? Het is nu beschikbaar als e-book en de papieren versie is uitverkocht. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen het toch ook liever op papier hebben. Wat voor verwachtingen heb je? Ik ben heel benieuwd, sowieso naar de muziek. Ik weet dat Christian een erg goede pianist is. Ik heb hem nog niet echt meegemaakt als acteur. Ik ben benieuwd naar de regie. En voor de rest is het een leuk middagje uit in Amsterdam. De rimpels in haar gezicht zijn bijna weg. Ze is veel mooier dan vroeger. Ik ben verliefd op haar. Begrijp ik ineens. Ik had haar een brief kunnen sturen. Een wandeling met haar kunnen gaan maken. Iets kunnen doen! Als ze mij op de mond kust, proef ik haar tranen. Hartstochtelijk zoen ik haar. En ik voel rust. Tederheid. Gemengd met plechtigheid. Weemoed. En een staalharde overtuiging. De wereld en het leven. De tijd en het verval te kunnen overwinnen door bij haar te zijn. Hoe kun je iets vergeven waar je niets van begrijpt? Ik hou van haar. Omdat ik niets van haar begrijp. Omdat ik niets van onze liefde begrijp. Marsmuziek. Pianoles. Het bespieden van een meisje dat jongetjes aftuigt. Voetstappen in de sneeuw waar ik doorheen had willen kruipen. Opera repetities. Ja, indrukwekkend. Fantastische timing en mooie muziek en zo. Tamelijk overrompelend. Het doet het boek dus meer dan recht, begrijp ik. Absoluut, goed. Ja. En de muziek erbij, dat is de extra dimensie. Het is bijna een soort tovenarij dat die muziek dat verhaal zo het weer tot leven doet komen. Gefeliciteerd! Ja. Goed gedaan, man. Dankjewel. Ja, zo'n Dick was er nog een beetje bescheiden over, maar ik vind het altijd heel erg belangrijk dat belangrijke iconen
worden geëerd. Simon Vestdijk dus in dit geval. En dat lukt heel goed in deze voorstelling. Dankzij de virtuose wijze waarop Christian Kuijverhoven speelt.